When you smile, I can see you were born, born for me, and for me. Vandaag in SMS Mees Pussy. Op de redactie van haar belspelletje wacht SMS Mees zwaar weer. Heeft haar eindredactrice nog wel vertrouwen in haar? In de restaurant en garage loopt het uit de hand en huis- en hartsvriend Sanchez organiseert een surprise party. Maak eens af. Zeg eens A. A. B. B. De afgelopen maanden was SMS Mee het vaste belspelmeisje aan het einde van het programma Papaul van Paul de Leeuw. B, W of C, C. Je gaat geen dingen doen waar ik... Toen Papaul er in februari een weekje tussenuit ging, mocht SMS Mee hem vervangen. Nou, ik ga het heel erg best doen. Dag schatje. Ze pakte deze kans met beide handen aan. En binnen no time groeide SMS Mee uit tot een nieuwe tv-diva in de Nederlandse showbusiness. SMS Mee was onsterfelijk geworden. Samen met haar dochter Geert Emma. Haar moeder Peter Tetra. Het lijkt wel een kameel die twee bulten in het gezicht heeft. Oh, mam, je bent gewoon jaloers. Huis- en hartsvriend Sanchez. Ik heb een verrassing voor hem. Ik heb een blind date. Ik heb echt een blind date. Wat leuk heet je? Nee, dat is een blind date. Voor jou? Nee, voor jou. Ik heb echt een blind date voor jou. En ex-vriend Moerad. SMS mee. Alsjeblieft, neem me nog één keer mee. Altijd proberen we gewoon. Samen met haar gevolg zorgden ze al snel voor een totaal andere sfeer. Ik pak zaterdag toch zaterdag af. Nu kom je gewoon voor de gezelligheid. Als jij opeens op zo'n ding denk dat je alleen maar mooi. Je denkt dat je bent eigenlijk. Au. Ik voel me zo hopeloos. Hi, Lizzie. Behalve privé ging het ook op haar werk bergafwaarts. Nee, dat zeg ik, je bent te laat. Daarom heb ik Kees Driehuis gevraagd om eens even met jou te praten. Ik weet nou zo graag van je wil weten of je nou serieus genomen wil worden door iedereen. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, Kees. Ik heb het nog serieus genomen. Oh. Oh, SMS Mee kon het allemaal niet aan en had zo haar eigen methode om het leven te verlichten. Ik denk dat ze het wel als een sportieve ding op poedermelk. Ik denk dat het heel sportief opvat. Ik wil niet meer verslaafd zijn. Ik wil kunnen leven. Ik wil kunnen leven. Oh. Oh. Ik wil gewoon weer helemaal clean zijn. Oh. Surprise! Als klap op de vuurpijl werd SMS Mee geconfronteerd met hevige concurrentie. Hi, liefie, hoe ga je? Ja, goed met jou. Oh, je bent de assistent van de regieassistenten? Nee, ik kom hier ook bij de VARA spelletjes presenteren. Net als jij eigenlijk. Oh, wat leuk. Ik heb een collega erbij. Ja, ik had gehoord dat ze wat meer mensen zochten met wat algemene kennis, een beetje ervaring. Ik spreek er wel in. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Niet bij. Hoe dit verder gaat, beleef het mee. Vanaf vandaag met SMS Mee. Ik heb momenten dat ik gewoon kapot ben. Dat mijn levenspalet zegt qua kleuren, ik zie het niet meer. Mijn stem doet het niet meer. Dat ik me zo ongelukkig voel. Doordat ik een ster ben, ik geen tijd heb om na te denken. Ik denk te weinig. Sterker nog, niemand heeft me geleerd om te denken. Dat is kut toch? SMS Mee heeft zich verslapen en arriveert te laat op de redactie. Haar eindredactrice, Hum, is nog steeds in de weer met concurrenten Lutijn. We moeten er wel 5 per dag opnemen. Maar met jouw talent moet dat absoluut lukken.
Ik denk zelfs dat ik er makkelijk 7 per dag op kan nemen. Nee. We gaan het heel rustig opstarten. Want voor je het weet, werk jij je over de kop. En ik vind dat we heel zuinig moeten zijn. Hai, bonsai. Talent. Talent, hai, liefie. Oh, hoe ga jij? Hoe zie je er goed uit? Lekker zwart-wit, leuk. Leuk, hè? Rutijn. Hallo, liefie. Hoe ga jij? Ja, goed. En jij? Ja, heel goed. Heb je bloedarmoede? Hoezo? Ik zie er zo licht en stralend en bleek uit. Maar goed, lieve talent. Ga even koffie. Talent, wat wil je met talent? Je wilt bij mij talent. Jouw talent gaan wij gebruiken. Voor achter deze computer. Ach, maar nu even niet. Ik heb niks met dingen. Lieverd, dat moet voor jou geen enkel probleem zijn. Lieverd, ik vind het zo heerlijk, liefie, dat je me tutueert. Ja, ik tutueer je. Je tutueert. En als ik jou nou vraag, wat is het werkwoord van tutueer? Wat zeg jij dan? Ik tutueer. Heel goed. En dat heeft weer alles te maken met ballet. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat jij gewoon te dom bent om je eigen veters vast te maken. En dat beginnen de kijkers zo langzamerhand door te krijgen. Zeg, bitch. Ik weet niet of je het zelf door hebt. Of misschien wel doorgekomen is in die gezellige Aalsmeerse doorzonwoning, waar je een beetje tegenaan schuurt met die grove doos van je. Hè? Maar veters zijn helemaal uit. Ja? Nu bonte de laagjes. Gewoon die bonte, nu die dingen. Bonte de laagjes, niet ja, goed, ja. We zijn wel theeslippers aan hebben. Luister, wij gaan een nieuw programma maken. Ach, liefie. Dave TV. En dat gaat Lutijn presenteren. Hi. Zo. En waarom deze gezellige dag duif zonder talent en niet ik? Nou. Waarom niet? Vanzelfsprekend. Punt 1. Ik heb de meeste uren gedraaid. Punt 2. Ik heb de beste auditie gedaan. Punt 3. Ik heb de meeste ervaring. En punt 4. Dit is gewoon plausibel. Ja, punt uit. Wat betekent dat, Sibel? Nou, leg het eens uit. Aannemelijk. Aannemelijk? Jij zit in de bouw. Liefie, ik wil gewoon stralen. Ik ben geboren om iets te doen met mensen. Ik ben geboren voor achter de camera, voor de camera. I am the star. Weet je wat jij bent? Je bent herboren voor achter deze computer. En nu ga jij eens even heel rustig zitten. Ga eens even weg, Lutijn. Blijf van me af, ik zal er jou een schoot zo even halen. Nog een hoop werk voor je. En nu ga jij de vragen verzinnen. Liefie. Vragen. Oh ja, bijvoorbeeld, hoeveel weeg ik? Ja, hoeveel weeg je? En nou vinger je me onder de gordel, bitch. Je vraagt nooit iets over mijn gewicht. Ik heb niks met cijfers. Als ik met cijfers had wist, had ik wel bij de bank kunnen werken. Ik ben gewoon niks met gewicht. Ik heb niks met de digitale cijfers. Ik ben gewoon ver van de digitale wereld. En wij gaan nu even rustig de computer opstarten. Dat doen we zo. Drukken we hierop. En dan pakken wij heel langzaam. Dan pakken wij heel langzaam de muis. Ja, een muis! Weg! Weg bij de muis! Bel rent to kill! Bel ons kastan! Die muis moet weg! Het is 4:00, tijd voor een opkikkertje. SMS mee komt even bij van alle commotie. Ze belt met huis- en hartsvriend Sanchez. Hi, liefie, hoe ga jij? Hi, oh, mijn eigen Sanchez, mijn beste vriend. Alles hier. Wat ben je aan het doen? Oh, je ligt. Top of bottom? First. Be first. Pas maar op dat je kop geen sapcentrifuge wordt. Nee, I love you, het is 4:00. Tijd voor een opkikkertje, hè? Cup of coke. Coke. Zeg, nee, geen Chinese tomaatsoep. Gewoon Colombiaanse kippensoep. Hoe ga je, liefie? Oh, nee. Ik moet vragen maken voor Lutijn van een spelletje. Ja. Hé, hey, Lutijn, je bent er wel. Hm? Nee, die dat meisje. Dat meisje wat niks is en uiteindelijk wat geworden. Ja. Hm? Nee, vraag zoals ik zag 2 beren, moet je het afmaken? Het is een vraag. Nee, ik zit op kantoor. Ik zag 2 beren en dan midden in de week, maar zondags niet. Dat is een goede antwoord. Ja, die tuin, die herkende niet. Dus komt uit niks, komt ze. Net als een wielrenner, komt uit niks. Zeg je, liefie? Nee, ze is van... van Circus Rens. Oh, nee, van die... Ja, ja, ze heet die tuin. Ja, daar, hè. Ja, oh, weet de broer Haribo? Oh,
voor jou geruimd hebben. SMS mee. Nu even dit! Kun je nou niks helemaal zelf! Zeg je? Nee, ik ga je killen. Dikke doei. Dit pik jij toch niet? Ik laat het even heel rustig op me inwerken. SMS Mees carrière is in de soep gelopen, letterlijk en figuurlijk. Ze is op non-actief gesteld. Ze gaat eten bij sterrenrestaurant La Garage om te kijken of ze haar netwerk kan uitbreiden. Oh, heb je weer een modeshow gehad, Fransje Molenaar? Ja, afgelopen maandag weer. En daar heb je publiciteit natuurlijk gezocht, hè? Jij gek? Alleen maar. En wat was het thema? Wat was het thema van de show? Het thema was Spring en Jong. Spring en Jong. Oh, je hebt weer echt een klap van de molen gehad. In de armen. Nou, als je ooit nog een mannequin nodig hebt met een met Q. Nu kun je zien voor de wintercollectie met veel bont. Oh, heel bont en blauw. Geen voor mij geen bont in mijn kont. Oh, nou ja. Iedereen heeft een bussen. Wat een laar natuurlijk. Ik ben dus ontslagen. Ding dong, is iedereen van de leidtijd? Ik ben ontslagen bij de VARA. Ik heb vast contract. Ik ben non-actief. Ze hebben ontslagen omdat ik toen ze lingo deden, Frans Slaan, hoe heet die Frans Slaan voor de bakken? Van de Boulanger. Boulanger. Toen had ik ook kort een vast contract, maar ze hebben mij vergeten ontslaan. Ik had een poeper. Het spijt me dat ik het zeg. Kijk, ik zit te eten. Ja. Maar ik vind het ook niet zo gek dat ze hier ontslagen hebben. Kijk nou hier, met die Leidseplein-klem en die nagels moeten korter en... Je moet even... Sorry, heb je hersens niet in je doos zitten? Nee, helemaal niet. Nou, eet smakelijk, hè? Nog een leuke avond. Ja. Jullie. Leuk om jullie zo ontmoeten. Ja. Zo'n bijna doodervaring. Nou, jij bent al dood. En je... Lelijke stop de bel. Je moet alleen... Blijf hem af, gek eks. Maar stel even al, gek natuurlijk op die gezellige stokvaaien. Zeg, zou jij nou tips kunnen geven? Ja, wat wil je? Wat wil je dan precies? Kijk, ik raad je aan om een goede manager te nemen. Heb je een manager of ja, niet? Ja, ik heb een manager. Nou, laat hem anders even bellen. Want bedoel, als het een goede manager is, dan heb je al dit soort adviezen. Bedankt, Liffie. Nou, als je... Oh, je eet oesters. Even oesters. Ze eten wel oesters. Niet smakelijk. Irene van der Laar. Gewoon 988, Irene van der Laar. 988. Amsterdam. Hallo? Ja, hallo met Sanchez. Ga je weg, ga je kussen. Sanchez? Wie is Sanchez? Ik ben de manager van SMS Mee. Ik ken wel, van dat ten leuk programma. Ja? Ja? Hallo? Ja, hallo, ja? Nou, we hadden eigenlijk een klein vraagje aan jou. Jij doet toch ook een soort van programma bij de Tros, zit je toch? Of wat zit je? Nee, ik zit niet bij de Tros. Wat zit je ook weer dan? Nou, wil je dat echt weten? Wat wil je precies weten? Nou, je bent namelijk een enorm rolmodel voor SMS Mee. Dus we wilden misschien even vragen hoe je zo ver bent gekomen. Misschien heb je wat tips voor haar. Want ze is bezig met een nieuwe look, een nieuwe style, een heel nieuw programma en zo. Nou, kijk, maar jij bent haar manager, dus ja. Zoals het een goede manager betaamt, jij moet haar toch een beetje vooruit kunnen helpen. Nou, dat kan ik ook wel. Nee, sorry, maar ze moet... Kijk, ik heb één keer... Hallo, Sanchez. Sanchez. Sorry, komt even iets tussendoor. Weet je, ik spreek je nog wel. Dag. Wordt niet de eerste geleden. Ik heb mensen zitten delen en ik draai me om. Ik heb nog geen oester gegeten. Ik ook niet. Het is toch bizar? Ik snap er geen eet van. Het is een oester in een schelpje. Oh, er zit helemaal niks in. Maar heel vaak met mosselen heb je het ook. En dat je dan een schelpje hebt, maar is de mossel al verdwenen. Ja, ik heb gewoon oesters op een bord zien liggen. Ik heb oesters geserveerd gekregen. En mijn liefje, het zijn wilde oesters. Zit hij hier in Joop? Frans, het zijn wilde oesters. Het zijn wilde. Ja, dus niet van die gedresseerde die maar op je bordje blijft liggen, net zo lang zoals jij het wilt. Nee, het zijn oesters die wild zijn. Die gaan niet liggen in een bak liggen wachten tot Frans man uitgepiest is. Nee, die gaan wild. We trekken erop uit. Wat is een oester? Wat is een oester? Wat is een oester?
Nou ja. Joop. Ach, niet wild, niet wild, niet wild. Die heeft een Joop. Wat een wild. Pas op, man. Je komt echt niet te kort, volgens nou. mij. Maar houd toch op, jij. Met je gekke gleuf. We moeten nooit meer in. Joop, moet nu komen. Ik wil ons nu uitgezet worden. Nu. Kut. Pik het niet. Moet je kijken wat een ordinaire deel is. Oh, bel Amnesty, bel Amnesty, bel Amnesty. Gemiste hoesters, gemiste hoesters. Bel Amnesty. De hoesters. SMS Mee is depressief omdat ze uit naar de garage is gezet. Om zich wat beter te voelen is ze gaan shoppen. Samen met haar moeder Peter Tetra en dochter GS Emma. En natuurlijk Sanchez. Ja, het staat je echt heel erg goed. Kan niet anders zeggen, kleed enorm af. Dus ze is zomaar op non-actief gezet. En ze is ook uit de garage gezet. Mijn dochter. Ja, ze is dat een andermans oesters, hè? Het is toch de limbus. Ze zuigt al regelmatig een andermans cocktails en nou sleurt ze andermans oesters op. Hoe ver moet dit nog gaan, Sanchez? De hele palet is echt totaal in de war. Oh, dit past gewoon helemaal niet. Dit past me helemaal niet. Vrouwtje, dit past me helemaal niet. Schatje. Schiet nou toch op, zeg. De hele palet is in de war. Ja, mam, mijn hele palet, mijn levenspalet van kleurtjes in het. Mam, ik was vroeger, mijn palet was gewoon vingerverf. En nu is allemaal doorgelopen kleurtjes. Mijn palet is in de war. Weet je wat jij bent? Daar ben ik zo blij om. Je dochter. Dikke stront. Ik heb geen zin in de contravontie. Wat? Ik heb geen zin in de contravontie. Wat bedoel je dat? Ze zegt confrontatie. Nee, jij begint nu ook niet. Ik heb geen zin in de confrontatie. Ik heb er geen zin in. Ik heb er gewoon geen zin in. Poekie, 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 poekie. Oh, wat staat je mooi. En dan gaat papa allemaal zo meteen betalen. Jouw papa met een ja, ze is gewoon dikke stront. Dat is het. Wat zeg je? Gewoon dikke stront is het. Dat is het. Dikke stront. Nou, ik ga betalen. Peter Tetra, vergeet je niet de surprise van vanavond. Huh? Van wie? Ik heb vanavond een surprise geregeld voor S. Dat was toch gisteren? Nee, dat is vanavond. Dat is vanavond. Dat komt echt als een volkomen verrassing. Ik heb een date met majoor Verkerk. Zijn zoon tennis. En wij gaan vanavond kaas fonduwen in bistro Chez Betty Steuven. Ja, en ik moet mijn haar nog opsteken, want anders blijft al die gestolde kaas erin hangen. Ja, maar... En? Hoe staat het? Wauw! Dat ziet er echt fantastisch uit. Look. Kun je een geheimpje bewaren? Tuurlijk. Ik heb verkering. Oh, maar je mag niks tegen mama zeggen. Tuurlijk, natuurlijk niet. Hoe heet hij? Rijn. Oh. En hij studeert ook op de middelbare hotelschool. Oh, wacht even. Wat? Nee. Ik moet even je moeder helpen. De string zit weer, is weer verdwenen tussen de billen. En het gaat ontzettend schuren. Dus wat studeert hij? Koude vleesschotels en voortgezet snackbouwonderwijs. Poekie, 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 poekie. Moet je mama niet iets vertellen? Nou, je ziet er geweldig uit. Ja, zo is het ook klaar. Moet je mama niet iets vertellen? Denk eens aan de... Gescheurd niet. Ik begrijp je niet. Dat zijn de Brabantse 10 geboden. Gescheurd niet keihard. Gescheurd niet keihard. Gescheurd niet keihard liegen. Maar ik lieg niet. Je liegt wel. Jouw dingen moet verborgen. Jouw dingen moet verborgen. Die ik weet niet. Ik wil dingen gewoon van je weten. Je zegt dingen die dingen. Poekie, poekie, ga je mee? Je staat zo te vloeken in die kleur met je moeder. Kom. Oh, mijn dochter liegt tegen me. Ze zegt dat ze een vriendje heeft. En ze zegt dat tegen mij. Wat is er nou? Ze liegt tegen haar moeder. Wat zeg je nou? Ze liegt tegen haar moeder. Nee. Schatje, echt niet, echt. Schat, luister. Jij wil niet dood. Ik heb namelijk een surprise. Een surprise voor vanavond. Is die waar? Voor vanavond een surprise. Oh, voor mij? Voor jou. Oh, liefie. Als ik jou niet had. Voor SMS Mee wordt het hoog tijd om schoon schip te maken. De surprise party moet zorgen dat ze in een betere stemming zal komen. Surprise! Ah! Oh, liefie. Oh, dit is een surprise. Oh. En waar zijn de gasten? Hè? Nou ja, ik bedoel, er kon niemand. Niemand kon.
Waar je toch op een andere dag kunnen surprisen? Ja, maar ik heb gewoon 4 keer gebeld, maar echt niemand kon. Dit is mijn nieuwe vriend. Kok van de Ring. Hallo, Kok van de Ring. Mijn naam is Tom van de Pan. Tap van de Pon. En mond deed always. Waar heb je die nou weer opgepikt? Waar heb je die mee? Ben je tweedehands zwager? Nog een verrassing. Ach. Doe je ogen dicht. Kom even met me mee. Doe je ogen dicht. En dan moest jij raden hoeveel merken drank hierin zit. Ach. Komt-ie, liefie. Ja. Ja. Ja? Tia Maria. Ja! Eén, ja! Dat is Tia Maria. Links, rechts, ja. Doorstoten, ja. Twee eieren? Ja, twee eieren! Nog één. Ik proef gin. Nee. Niet gin? Nee. Gin tonic. Oh, ja. Ik proef de citroen al. Even doordrinken. Mooi. Schatie, Poekie. Gaat het met de... SMS mee. Moerad. Ja, ik dacht, ik kom op je surprise festijn. Maar het ziet er naar uit dat ik de enige ben die... omgeeft. Nee, een lied voor je gaan zingen. Oh. Ik ga nu het Engels, heb ik bedacht. Oh. Esmiss me, go with me, and I'll show you. Tariffi. Oh, ik wil met je dans. Sorry. Oh, dat is tegen mijn kool. Ik heb hier geen zin meer. Niemand doet wat ik wil. Je staat kool op mijn tenen. Kans heb ik zo'n baal. Miss May, je moet gewoon iets in therapie gaan of zo. Dat bepaal jij. Oh, nou poppetje, luister nou gewoon een keer naar mij, weet je wel. Je bent gewoon veel te mooi om je zo te laten afzakken. Doe het dan. Ja, ik beloof je. Ik zoek hulp. Nee, dag. Ik vind het ook niet leuk natuurlijk. Zo. Rustig, man. Hoe gaat het verder met SMS mee? Valt ze toch weer voor de charmes van haar ex-vriend Moerad? En vindt ze ooit nog werk? Of komt er een eind aan haar carrière? Beleef het mee met SMS mee. Tot volgende week. Andersom doen, lieverd. Maar ik dacht dat je van likken potje. En dan pakken wij heel langzaam de muis.